In het weekend van 25 en 26 mei is SDU verhuisd naar het nieuwe kantoor aan de Maanweg 174 te Den Haag. En vandaag ga ik jullie meer vertellen over het gebouw en de directe omgeving. Wil je ons kantoor bezoeken en kom je met de auto, dan kan je in de directe omgeving gratis parkeren. Maar let wel op, parkeerplaatsen zijn beperkt, dus het kan soms even zoeken zijn. Kom je met openbaar vervoer, er zijn ongeveer 6-tal bussen die je hier naartoe kunt nemen vanaf Den Haag Centraal Station. Kom je met de trein, dan is station Voorburg ook op zo'n 7-8 minuten lopen afstand. Kom je met de fiets, dan kan je je fiets stallen achter slot en grendel. Op kantoor hebben we flexplekken. Ik probeer met enige regelmaat een ander plekje op te zoeken. Zo leer je toch eens andere collega's kennen. Op de 10e etage kan je de directie vinden. Dat is niet helemaal waar, want ook de directie flext hier. Dus de directeur kan zomaar eens naast je zitten. Spannend, hè? Nou, dat valt reuze mee. Iedereen is hier vriendelijk en super benaderbaar. Voor lunch kan je een heerlijke wandeling maken naar de Herenstraat voor hapjes en drankjes. Maar binnen hebben we ook opties. Zo hebben we belegde broodjes, salades, maar ook Oosterse hapjes en Surinaamse broodjes. Met al dat lekkere eten denk je vast, hoe blijven al die SDU-medewerkers zo fit? Nou, geen smoesjes hier. Er is een sportschool in het gebouw. En SDU-medewerkers kunnen met korting sporten hier. Voor wat ontspanning ben ik te vinden op de 12e etage voor een potje tafeltennis of tafelvoetbal. Dit is in het kort ons kantoor aan de Maanweg. Wil je meer weten over de verhuizing of over het gebouw? Laat het me dan weten. Maar voor nu wil ik je bedanken voor je aandacht en wens ik je nog een hele fijne dag.